een nieuwe dag. Wat we vandaag gaan doen is eerst gaan eten. Daarna trekken we waarschijnlijk met de taxi naar het nieuwe Hammamet. Dan na de middag gaan we nog iets anders doen, maar daar gaan we nog niet te veel over zeggen. Maar dat ziet het al wel. Tot aan de ontbijttafel. Dus een klein beetje Kellogg's en dan gaan we even naar de kamer en taxi nemen naar Hammamet. 9 uur 's morgens. En dat is echt al bakweer, Peer. Maar natuurlijk wel beter zo. Want zo regenachtig en zo, dat is niet. Dus wat, we maken ons gereed en we zijn naar Hammamet. Dus wat we nu eigenlijk gaan doen, in Hammamet zitten we. Ik heb daar 13 jaar geleden gezeten in een hotel genaamd Mehari Hammamet. En ja, dat is weer 13 jaar geleden dat ik daar geweest ben. Dus nu ga ik kijken rondom het hotel. Hoezeer het er allemaal veranderd is. Dus Matti, als je dit ziet, we zien een keer wat het hotel is daar. Dus curious voor. Dus deze hotel waar wij vroeger gezeten hebben, echt 13 jaar geleden, dat nu komen we een keer terug hier. Het is een klein beetje precies veranderd. Want hier waren nog vroeger trappen of zo, dacht ik. Maar ik kan het niet zijn, dat is al zo lang geleden dat ik hier geweest ben. Maar ben ik hier leuk om hier een keer terug te zijn. En nog eens een keer het hotel te zien, eigenlijk, om zo te zeggen. Jezus. Tof. Ik kan zien. Ik herinner me dat ze dat mijn leven is. Matti, misschien dat jij nog herkent of zo, ik weet het niet. Ja, dat kan nog niet was. Dat kan. Want hier volgens mij was allemaal nog strand en dergelijke, denk ik. Dus wat, we gaan een beetje rondkijken. Wat je hier wel hebt, als je hier rondloopt, is dat voor een hotel. All inclusive. Ze gaan altijd zeggen, nu zeggen dat ze de kok zijn van uw hotel. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Dus als ze dan komen die is, ja, we zijn de kok van uw hotel. Bullshit. Dus als je komt, let daarop. Als ze dat zeggen, daar is niks van waar. Die willen we gewoon eigenlijk lokken naar een soort van festival in de buurt. Dat jij dat ook kunt betalen of hun kunt betalen. En nee, niet doen. Niet doen. Kijk, we zijn nu aan het kijken voor die shisha bar. Waar we toen in zaten. Een klein herbergje, als je nog weet. Maar we zijn nergens hier terug te vinden. Dus. Volgens mij is dat gewoon weg of zo, basic. Ach ja. Zo zie je het hotel ook nog eens een keer langs de andere kanten. Misschien dat we nog gaan tegenvoeren. Ik word niet dat het langs deze kant was. Maar ja, dat is al zo lang geleden, moet. Ja, dat zal niet zijn. En volgens mij heb ik het gevonden, maar ik ben niet zeker of dat hier is. Ah, café Shisha. Ja, volgens mij is dat hier. Dat was hier. Hè. Dat was hier, maar dat was dicht. Ja? Ja, dat is dicht. Dat is dicht. Dat kan ik even kijken binnen. Allee, binnen naar het raam. Was dat hier, Marty? Ik weet het niet meer. We gaan nu. Als je maar een zomertje doen en ja, dan zien we voor de rest blijven we gewoon even in het hotel. Doen we even zwemmen in de zee en zwemmen in het zwembad hier. En ja, rustig, kalm. Zoals je ziet, zitten we op strand en ik ga een beetje zwemmen. En dat voelt zo koud daar, fuck. Fucking koud. Het voelt koud. Wat hebben we het ervoor over? Shit. Oh. We gaan verder doen. We gaan verder doen. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan er dan door. Fuck. Opgewarmd. Allee, opgewarmd. Ik heb het niet echt.
Oké. En die vis is zo daar is. Wat zout water, echt zout water. Is die nog in de zwembad daar begon? Kom op je! Momenteel was op het front gezet. En je wist wel van die tapijt voor kamelen gieten. Maar ja, het is Tunesië wat wilde. Ze biedt misschien een keer naar het zwembad of zo van hier buiten. En ja, we zien wel. We hebben de dag, heel de dag eigenlijk om gewoond en niks om vandaag even om te relaxen. Even naar de kamer gaan. Dat is om de tijd omdat je niet met zijn broek binnen mag in het hotel. Allee, in het restaurant bedoel ik. Nu gaan we stilletjes aan eten en dan gaan we terug aan het hotel hangen. Terug aan het zwembad hangen, want hij heeft nog een ander zwembad. En dan gaan we ze een keer even uitchecken. Nog een keer een paar dagvideo's. Sorry dat de kwaliteit van de audio misschien niet zo goed is nu. Maar ja, ik zou juist gaan zwemmen, dus misschien klinkt nog een klein beetje doof. Dus wordt straks wel opgelost waarschijnlijk. Dus je zit weer af van muis vol. Dan gaan we het weer van ons zwemkleren aandoen en we gaan terug aan het zwembad liggen. Ik denk dat ik terug een dagje ga nemen, want ik heb het echt pokkenwarm. Zoals je ziet is het noodweer toegeslagen. We mogen in principe niet klagen, want het is eigenlijk de enigste dag dat we regen gehad hebben, zoveel regen. Ja, we hebben nog even een douche pakken. Uiteindelijk kunnen we hier ook wel een douche pakken, maar dat is geen zicht. Een douche pakken en dan om 6:30 kunnen we gaan eten. Deze avond is terug een soort van bingo-avondje, plus nog een soort van showken dat we gaan doen. Maar ja, jammer van het weer, maar ja, ik zeg het, als het maar één dag is, ja, fuck it, het ligt niet niks uit. De nieuwe avond dat gepasseerd is, wij krapen nu ons bedje in omdat we tamelijk vroeg moeten wakker zijn. Morgen vroeg, we hebben al een afspraak om 7:00 morgens om ergens naartoe te gaan, maar het zit helemaal wel. Samen.